LGHBTQ. LHGTBQ. Nou, LHGBTQ. Nee, wacht. LGBTQQIAAP. Yes, nou kan ik eindelijk meedoen met lingo. Maar waar staan die letters nou voor? In deze Sexplained leg ik het je uit. En als we dan toch bezig zijn, neem ik gelijk ook de termen gender en seks mee. Opletten, geblazen. Man, vrouw, hetero, homo, bi. Voor sommige mensen is het heel duidelijk wat ze zijn, op wie ze verliefd kunnen worden en in, of naast, welke wc ze kunnen plassen. Maar voor heel veel mensen ook helemaal niet. Omdat ze zichzelf geen label op willen leggen of omdat ze het gewoon nog niet weten. Of omdat ze vinden dat hokjes alleen thuis horen op een velletje rekenpapier. Deze laatste groep noemen we queer. Dat zijn dus mensen die geen label willen plakken op hun genderidentiteit of seksuele voorkeuren. Misschien heb je het woord wel eens een keer voorbij zien komen, maar wat is het nou precies? We beginnen eerst even met een ander begrip. Transgender personen. Dat zijn mensen die zich niet thuis voelen in het lichaam waarin ze zijn geboren. Iemand die transgender is, kan er dan voor kiezen om zich te kleden en te gedragen als het andere geslacht. Of misschien zelfs een geslachtsoperatie te doen. Maar het kan ook zijn dat iemand zich ook niet thuis zou voelen in het andere geslacht. Deze persoon ziet zichzelf als zowel man als vrouw. Of als geen van beiden. En is hier helemaal oké mee. Ofwel genderqueer. Terug naar het begrip queer. Vrouwen dragen rokjes en make-up. Mannen hebben baard en zijn stoer. Dit is zo ongeveer het meest stereotype beeld dat er heerst over mannen en vrouwen. Als je queer bent, zet je je af tegen deze stereotyperingen. Want waarom zou een man geen make-up kunnen dragen? Of kan een vrouw geen zogenaamde mannenkleding aan? Ook noemen sommige mensen die polyamoreus zijn zich queer. Als je polyamoreus bent, betekent dat dat je meerdere partners of relaties tegelijkertijd hebt. Deze groep noemt zich ook queer omdat het hebben van meerdere partners in onze samenleving ook niet als normaal gezien wordt. Queer gaat dus over meer dan alleen het geslacht waar je mee geboren bent en waarmee je je identificeert. Queer gaat over precies doen waar je zin in hebt zonder rekening te houden met stereotypen of hokjes. Weg met die hokjes! Behalve pashokjes in winkels, die zijn wel handig. Oké, terug naar die letters. LGBTQQIAAP, yes! In het Nederlands zeggen we LHBT, maar in het Engels is het LGBT. En dan QQIAP. Dat spreek je in het Engels uit als QQIAP. Yes, voor mijn Engels. Maar waar staan die letters nou voor? Oké, let op. De L is voor lesbisch. Oftewel, vrouwen die op vrouwen vallen. De G is van gay. Mannen die op, nou ja, precies, mannen vallen. De B staat voor biseksueel. Dat zijn mensen die op zowel mannen als vrouwen vallen. De T, transgender. Mensen die zich niet identificeren met het geslacht waarmee ze geboren zijn. De Q, queer. We hadden het er al even over. Maar queer is eigenlijk een paraplu-term voor iedereen die tegen hokjes denken is. Nog een Q. Deze staat voor questioning. Mensen die nog niet weten waar ze onder vallen. De I staat voor intersex. Dat zijn mensen die geboren zijn met zowel mannelijke als vrouwelijke lichaamskenmerken. Bijvoorbeeld een niet volgroeide penis en een baarmoeder. De A staat voor aseksueel. Dat zijn mensen zonder seksuele behoeften. De volgende A staat voor agender. Dat zijn mensen die zichzelf als genderneutraal zien. Oftewel, zonder gender. En als laatste de P, panseksueel. Dat zijn mensen die vallen op karakter, waarbij geslacht niet uitmaakt. Het heeft dus niks met Peter Pan te maken, als je dat soms dacht. Oké, nu we het alfabet uitgeplozen hebben, gaan we nog even terug naar de term queer. Ik zei al even dat queer als overkoepelende term gebruikt wordt voor de hokjes binnen de LHBT-community. Maar dat klopt eigenlijk niet helemaal. Queer moet namelijk gezien worden als één van de hokjes. Vaak vallen mensen die queer zijn inderdaad binnen de LGBT-community, maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn. Het belangrijkste om te onthouden is dat als je queer bent, dat je je afzet tegen alles wat als heteronormatief wordt gezien in onze maatschappij. Oftewel, stereotyperingen, standaardrolverdelingen en hoe je als man of vrouw zou moeten zijn. Ook in films en in de media zie je steeds meer mensen die transgenders of queer zijn. In de Amerikaanse serie Batwoman bijvoorbeeld, met de LGBT-member Ruby Rose in de hoofdrol. Dit zijn belangrijke stappen voor de queerbeweging. Want niet alleen was deze superheld vrouw, ze viel ook nog op vrouwen. Plus 10 voor het doorbreken van de norm. En ze is nog beter in schurken oppakken dan Batman ook. Oké, dat laatste heb ik erbij verzonnen. Kan ik er wat aan doen dat ik geen superheldenfilms ken? Ik kijk alleen maar lingo. Daarom kan ik ook zo goed spellen. Goed, dan nog even over gender en seks. De term seks refereert aan onze biologische eigenschappen, zoals je voortplantingsorganen, hormonen en chromosomen. Het lichaam waarmee we geboren worden bepaalt welke geslachtsbepaling we krijgen. Intersekspersonen worden geboren met zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtskenmerken. Genderidentiteit heeft betrekking op hoe jij jezelf voelt. Je kunt je mannelijk of vrouwelijk voelen, maar er zijn ook mensen die zich niet thuis voelen bij slechts één geslacht. Zo kan het zijn dat iemand zich die ene keer meer man voelt en de andere keer meer vrouw.
Dat heet genderfluid. Wanneer je identiteit en geslacht wel met elkaar overeenkomen, wordt het ook wel cisgender genoemd. Genderexpressie gaat over hoe jij je gedraagt en wat je laat zien aan de buitenwereld. Uiterlijke kenmerken als je kapsel, je kleding, je make-up of lichaamstaal vallen hier bijvoorbeeld ook onder. Hoewel genderexpressie vaak samenhangt met de genderidentiteit, hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Iemand kan zich bijvoorbeeld mannelijk voelen, maar zich toch regelmatig vrouwelijk kleden of gedragen. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij travestie. Voel jij je niet thuis met het geslacht en lichaam waarmee je geboren bent? Dan noemen we dit transgender. Een andere benaming hiervoor is genderdysforie. Om het even samen te vatten. Seks verwijst dus naar het lichaam waarin we geboren zijn. De genderidentiteit gaat over hoe jij je van binnen voelt. Niet iedereen voelt zich thuis bij slechts één geslacht. Geslacht en identiteit hoeven niet overeen te komen. Wanneer het geslacht en de genderidentiteit wel overeenkomen, heet het cisgender. Genderexpressie heeft betrekking op hoe jij je uit naar de buitenwereld. Lingo is een superleuk programma. En je kan je hier beneden abonneren bij Easy Toys TV. Hoe jij jezelf identificeert en wil uit is helemaal aan jou. We worden ons gelukkig steeds bewuster van het gegeven dat niet iedereen zich soms thuis hoeft te voelen bij zijn of haar biologische geslacht. Het belangrijkste is dat je onthoudt dat je mag liefhebben wie je wil en hoe je wil. Of je je nou thuis voelt in hokjes of niet. Wil je nou meer leren over het lichaam en seksualiteit? Check dan ons online magazine en onze andere video's.